Woensdag 25 september 2013, de wedstrijddag van RVVA tegen Vitesse in de tweede ronde van de KNVB-beker. Een wedstrijd tussen de hoofdklasser RVVA uit Ridderkerk tegen de eredivisieclub Vitesse uit Arnhem. De wedstrijd begint met de huldiging van Robert Kooijman, de speler bij RVVA die al 500 wedstrijden weg heeft op zijn pas 28-jarige leeftijd. En dat wil zeggen dat hij al heel jong in de jeugd bij RVVA is begonnen en terecht daarvoor op een groot en dankbaar applaus mag ontvangen van het publiek wat aanwezig was op het sportpark. Dan de wedstrijd zelf. Vitesse heeft afgetrapt en gaat proberen te zorgen in ieder geval vanmiddag RVVA een kopje kleiner te maken. Maar dat zal ze nog wat moeite gaan kosten alles bij elkaar. Via de rechterkant bouwt men nu op Kelvin Leerdam naar Ibarra. En dan komt Ibarra, die vindt met een lange bal, vindt die Mike Havenaar. Maar die maakt een overtreding ten opzichte van keeper Danny Spelde. En de scheidsrechter Lindhout fluit daarvoor af. En RVVA krijgt een vrije trap te nemen. Daar kwam verder niks uit. En dan is het Vitesse wat weer heeft overgenomen. Vitesse wat natuurlijk veelal in balbezit was en ook mocht zijn van RVVA. RVVA had een mooie muur om het eigen 16 meter gebied heen gezet. En dan is het nu Davy Prupper die is aangespeeld en die een schotpoging doet. Maar dat gaat dan voorlangs. Dan wordt Davy Prupper wederom betrokken en dan komt de bal nu bij Patrick van Aanholt. En die probeert het van ver af, maar die bal die wordt gesmoord. En dan is het Valerie Gazaisvili die het probeert. Maar ook die bal verdwijnt niet in de goal, maar is wel aangeraakt. En daardoor krijgt Vitesse een cornerbal te nemen. De cornerbal die is genomen. Wordt uitverdedigd door de Ridderkerkers. En dan is Ali Yilmaz die daar zijn tegenstrever iets slim af is. En dan richting de goal opstoomt van Piet Veldhuizen. Met voor hem Patrick van Aanholt legt hij de bal breed richting Jesse Eggers. Maar dan is het Theo Jansen die daar zijn verdediging te hulp schiet. En die zorgt dat de bal weer terug is in de Arnhemse gelederen. En dan gaat Vitesse via de linkerkant weer aan het opbouwen. En dan is het Patrick van Aanholt die daar met een gevaarlijke voorzet komt. Maar dan is het Vieco Crezo die in eerste instantie de bal weet op te ruimen. Wordt hij weer opnieuw ingezet. En dan is het Frank Karreman die voor opruiming zorgt. En dan gaat hij via Jesse Eggers wordt hij weer naar voren gespeeld. Maar dan is het nogmaals Vieco Crezo die op de doellijn redding moet brengen voor RVVA. De stand blijft dus nog steeds 0-0. En de bal is aan de linkerkant bij Patrick van Aanholt. En dan gaat hij via Jesse Eggers over de zijlijn. Dan een volgende aanval van de Arnhemmers. Jan-Arie van der Heijden speelt Kazaisvili in. Maar die is de bal dan kwijt. Dan gaat hij via Misha Moerhout komt hij terug bij Robert Kooijman. En die heeft met een mooie lange bal een opening bij Ali Yilmaz. En die is dan aan de rechterkant is die weg. Die kan op weg naar het doel van Piet Veldhuizen, maar dan besluit hij met een schot wat een aantal meters naast gaat. Hij had misschien wat meer ingezeten, maar het geeft wel aan dat RVVA bij die uitvallen af en toe toch ook best heel gevaarlijk kan zijn. Daar gaat Vitesse weer, Jan-Arie van der Heijden. Die speelt de bal naar Patrick van Aanholt. Die komt dan met een combinatie en dan gaat hij zijn mannetje voorbij. Probeert hij in te zetten, maar dan is het wederom vanaf de doellijn is het Dino Rodriguez de Pina die de bal daar weer weet op te ruimen. Dan zitten we in de 36e minuut. RVVA krijgt een vrije trap links voor de goal van Piet Veldhuizen en achter de bal staat Jesse Eggers. Daar komt die bal, die is hard ingeschoten en dan is het bij de eerste paal, in de korte hoek, is het Piet Veldhuizen. En die lijkt daar dan toch zich te verkijken op die bal. Hij laat die bal even los. Maar dan heeft de assistent scheidsrechter gezien dat hij dan toch achter de lijn is geweest. En scheidsrechter Lindhout die neemt dat gelijk over en wijst naar de midden. RVVA komt op een verrassende 1-0 voorsprong. We gaan nog eens kijken in de herhaling. Het is hier nog moeilijk te zien, maar Piet Veldhuizen, de keeper, laat de bal even los. En dat lijkt dan toch achter de lijn te zijn geweest. De constatering van de assistent scheidsrechter die was daarin heel resoluut. En de scheidsrechter neemt dat gelijk over, waardoor dus RVVA op een verrassende 1-0 voorsprong komt. 37 minuten onderweg en de Ridderkerkers staan voor. Theo Jansen nu speelt de bal breed naar Jan-Arie van der Heijden. Die gaat dan de bal voorgeven richting Patrick van Aanholt. Die legt hem terug naar Davy Prupper. En die probeert de kruising te vinden, maar dan is het Danny Spelde met een formidabele redding die de bal over de lat heen weet te slaan. Het blijft nog steeds 1-0 voor de Ridderkerkers, maar de Vitessenaren die dringen nu aan. Patrick van Aanholt, daar komt die bal weer. Wordt hij de 16 ingespeeld, dan gaat er een combinatie aan gaan worden, wordt hij wat ongelukkig weggewerkt.
is het Jordy van Dam die probeert weg te koppen. Maar die kopt hem precies op de voeten van Theo Jansen. En die haalt verwoestend uit. De bal die slaat onder de lat binnen. En op slag van rust, waar iedereen al een beetje rekening hield met een 1-0 stand, is het ineens 1-1. U ziet het, RVVA krijgt die bal niet weggewerkt. En dan is het Theo Jansen die in één keer formidabel uithaalt. En de bal die valt klem onder de lat achter Danny Spelde. En de stand is 1-1. Dat is ook de stand waarmee we gaan rusten van deze wedstrijd. RVVA Vitesse kent een tussenstand van 1-1. De tweede helft dan. RVVA mag aftrappen. Lindhout heeft gefloten. RVVA gaat met de bal naar achteren. Robert Kooijman zet dan gelijk een lange bal richting Mounir El-Ouazizi. Maar daar komt dan verder niks uit. Kelvin weer dan weet dat goed te verdedigen. Dan een ingooi voor RVVA. De bal naar Ali Yilmaz. Die legt de bal terug richting Damien Vreken. En die geeft de voorzet richting Misha Moerhout. Maar die zijn kopbal die gaat voorlangs de goal van Piet Veldhuizen. Dan zijn we inmiddels halverwege de tweede helft. We hebben zo'n dikke 65, 66 minuten gespeeld. Krijgt RVVA een cornerbal tegen. Wordt die genomen vanaf de rechterkant door Theo Jansen. En dan is het Guram Kasia die daar redelijk vrij staat in kan koppen. En krijgt RVVA uit dit dodenspelmoment de 1-2 om de oren. Dat lijkt dan een voortijdige beslissing. Want een 10 minuten later is het via de linkerkant Jan-Arie van der Heijden. Die nogal wat vrijheid krijgt in het 16 meter gebied van RVVA. En dan op een vrij simpele manier weet hij de 1-3 te scoren. Het lijkt de definitieve nekslag voor de Ridderkerkers. Die zich dapper hebben verweerd en een dikke uur lang Vitesse goed konden bijbenen. Maar nu is het toch in 10 minuten tijd 2 goals voor de Arnhemmers. En daarmee is het verschil gemaakt. En lijkt het erop dat RVVA zich definitief moet neerleggen bij een nederlaag. Er komt weer een aanval aan van Vitesse. Dan wordt er een inzet gepleegd. Dan is het Danny Spelde die een van zijn goede reddingen laat zien in die slotfase van deze wedstrijd. Theo Jansen die gaat dan een combinatie aan. Is een, ja, twee keer een 1-2'tje wat hij aangaat. Dan komt hij alleen voor Danny Spelde. En dan is het de paal die RVVA behoedt voor een 1-4 achterstand. Een mooie actie opgezet door de architect van Vitesse, Theo Jansen. En na 90 minuten blaast scheidsrechter Lindhout deze wedstrijd naar het verleden. Vitesse wint met 1-3 bij RVVA en bekert dus verder in de volgende bekerronde. Voor eventuele interviews kunt u nog kijken op het andere filmpje met onder andere een interview met Theo Jansen en Giovanni Franke, de trainer van RVVA.